Al vroeg staan de eerste collega's met hun taxi voor de expo in Houten. Ze twijfelden geen moment toen de kinderen van hun overleden collega Kees Houtzager hen vroegen de laatste wens van de taxichauffeur in vervulling te laten gaan. Een laatste rit naar het crematorium in De Bilt. De Houtenaar was volgens de oude garde een echte legende. Behulpzaam ook richting taxibestuurders die aan het begin van hun carrière stonden. Vooral luisterend oor, weet je wel. Dat je weet waar je moet gaan staan en evenementen bij moet houden. Wat je weet, daar moet je gaan rijden, daar moet je gaan staan, daar kun je geld verdienen. Gewoon, ja, alles een beetje bijhouden. Maar de Goedlachse Houtzager had ook een prachtig gevoel voor humor. Als je hem zag rijden, moest je als collega altijd opletten. Als je Kees tegenkwam voor het stoplicht, dan deed hij zijn raam open. Dan deed hij net dat hij wat moest vragen. Dan wilde wat wilde vragen. En je raam open deed, dan had hij een waterpistooltje in zijn auto. Nou ja, dat was Kees. Dan werd je nat gespoten met een waterpistooltje. Maar Kees haalde altijd kattenkwaad uit. Altijd. Rond 21:15 komt de taxi met de kist van Kees bij het parkeerterrein aan. In de begeleidende stoet ook weer heel veel taxis. Volgens de dochters van Houtzager precies zoals hun vader het gewild had. Hij kijkt mee, dat sowieso. En hij geniet. Hij geniet ontzettend. En in de taxi hebben ze de mobiele telefoon, of de centrale zeg maar, nu ook aanstaan. Dus hij hoort het geluid tussen de centrale en wat er allemaal gebeurt. Hij geniet, dat weten we zeker, ja, hè, zus? Ja. De stoet rijdt onder politiebegeleiding een speciale route naar het crematorium. Nog één keer wordt Kees door zijn geliefde Utrecht gereden. Via het ledige erf en de Jacobstraat gaat het via de Neude naar Dennenrust in De Bilt. In de aula van het crematorium staat op zijn kist zijn taxibordje. En er is een bloemstuk met het logo van de Utrechtse taxicentrale. Kees Houtzager werd 68 jaar.